En gutter dat die boer deed. En zijn hele boerderij ging in de vlammen op. En hij was schreeuwen. Mijn varkens, mijn paarden, mijn kinderen, mijn vrouw. Ja! Laatste kapot! Stop! Het wapen van Gelre. Idioten. Kunnen jullie je eigen bondgenoten niet meer herkennen? Breng me bij Lange Pier. Admiraal zou je bedoelen. Breng me bij Lange Pier, Lummel. Ik heb een boodschap voor hem. Ben je bedonderd? We maken geen gevangenen. Maar admiraal, dat zijn geen gevangenen. Niks te maren. Afmaken. Wapen van Gelre. Jammer. Admiraal Pier. Wat moet jullie langs de rivieren? Ik bewaak voor de hertog het water. Admiraal Pier, namens de hertog moet ik u berichten als dat Philips de Bourgondier een schilderij heeft gekocht. Nou, een schilderij. Wat moet ik met een schilderij? We kunnen er wel geld aan verdienen. Daarom wil de hertog het hebben. Voor een mooie overval ben ik altijd te porren. Maar onthou goed, jullie bewaken de wegen en ik het water. Bij mij komt er geen palinkie door. Admiraal. Admiraal, tussen ons. Er is iets raars met dat schilderij. Wat? De schilder die het gemaakt heeft. Ze zeggen dat hij een verbond met de duivel heeft gesloten. Hoe heet die schilder? Jeroen Bos. Dit is een fijne plek. Hier eten we. Is die wel open? Als er laat van Gelre komen, dan... Ah, van Gelre is geen uit. Daar krijg ik nog eens wat van. Heb jij zijn zwaard bij je? Ik heb geen zin om te vechten. Sergeant, korporaal. Soldaat. Een soldaat? Ah, ga hem maar dan eens eventjes afnemen. Wat zal het zijn, hè? Een nieuwe gesp, vet voor het zwaard, zwam voor de donder. Laat los. Je bent zijn knechtje niet. Wat zijn dat voor grappen? Laat je handen zien. Mijn handen? Vooruit. Geen spatje verf. Dat is geen schilder. Wie ben jij? Simon Heinzoon, de marskramer. Doe open dat ding. En schiet op. Wil zien wat erin zit. Met welk recht? Met dit recht. Waarom doet u dat nou? Ah, wat een rotzootje. Dat moet ik van leven. Geen schilderij. Man, jij hebt helemaal niets in je mars. Schurken! Ga mee naar schurken! Schurken! Ga mee naar schurken! Wat is het trof, jij? Schurken! Ga mee naar schurken! Moet je die eigen tekeningen zien? Hm? Dat is een griffioen. Een eenhoorn. Met dat ding kan je alle wonden genezen. Ah, de Sphinx. Die geeft je een raadsel op. En als je het niet weet, maakt ze je dood. Waar leven die beesten? Niet hier, maar in Indië.
Perzië. Dat heb ik zelf gewoond. Die beesten heb ik nog nooit gezien. Toch bestaan ze, anders konden ze het niet tekenen. Een worm. Geloof er niks van. De mensen verzinnen die monsters zelf. En dan worden ze er bang van. Ik ben de sergeant van Verossum. En ik een onderdaan van Karel van Gelderen. Wat is je beroep? Mijn beroep is wijnkoper. Ik heb alles verkocht. Zoek een smokkelwaar. Zoek die bak na. Maar wat is er aan de hand? Ik zag iets bewegen. Nou, vooruit, man. Wijnkoper, hè? Kijk eens wat erin zit. Mijn mand? Nou is je helemaal kapot. Wat is er aan de hand? Wie ben jij, mannetje? Ik ben Simon Heijzoon. Ik ben maskerhammer. Nou, dan kan ik wel gaan bedelen. Dat is nummer 2. Wat wilde Lila eigenlijk van u? Dit. Wie is dat? Schilderij. We moesten maar eens teruggaan naar Holbestein. En ik dan? Kom maar mee. Je krijgt van mij een nieuwe mand. Nee.
Wat brengen jullie nou binnen? Eerst wat drinken, dan vertel ik alles. Sluit je in de boeien. Hey, Simme. Die moet ik hebben. Eerst onze dorstlessen. Waarom zijn die kerels van Gelder zo duk op dit schilderij? Omdat mijn werk heel veel geld waard is. Sinds Philips de Schone een schilderstuk bij mij besteld heeft, wil iedereen er opeens in hebben. En is dat het schilderij wat onze heer besteld heeft? Wat zeggen jullie van mijn duiveltjes? Mooi. Erg mooi. Onze hertog heeft een fijne smaak, moet ik zeggen. En wat betaalt onze genadige hertog daar nou voor dat ik vragen mag? Oh, 1000 goudgulden. Wat? 1000 goudguldetjes voor een brandje, voor een paar poppetjes? Het is een schandaal hoe zo'n stukje brand houdt. Kom, gaan wij een nieuwe mand voor jou halen? Een mand? Stakker. Voor die marskramer is dit brandhout. Brandhout? Wat is het? Mijn schilderijen brandhout? Als brandhout zal het dan veilig bij de hertog aankomen. Kolenbranders, hier zijn jullie kleren. Die koppen van die lui. Ah!
Wat zijn dit voor streken? Wij zijn arme mensen hier die ons brood verdienen met houtskoolbranders. Houtskoolbranders? Laat me niet lachen. Waar is de schilderij? Schilderij? Wat voor schilderij? Je zei houtskoolbranders. Geen schilderij, hè? Mooi voor met elkaar. Even meester Post te pakken. Hap! Hap! Zo, Robben. Erin, in de tent. Vooruit. Hap! Wat kunnen we doen? We moeten iets verzinnen. Zag je dat konijnenbootje dat hij steeds in zijn hand hield? Die kerel is zo bijgelovig als de ziekte. Hij is als de dood voor die duiveltjes. Kom mee. We moeten die marskramer zien te vinden. Marskramer? Wat moeten we daarmee? Zul je straks wel zien. Wacht! Hé, Jeroen. Ben je ook een vlug? Hier blijven zitten. Simon, je moet ons helpen. Waarmee? Ze hebben meester Bos gevangen gezet. Nou, wat heb ik ermee te maken? We hebben wat spullen van je nodig. Zoek maar uit. €50. €50? Dan moeten we nog voor die rommel betalen ook. Ja, handel is handel, hè? Jij hebt van mij die mand gehad. En van meester Bos 10 gouden dukaten. Die zijn op. €50. Betalen maar. Die veer hebben we ook nodig. Nou, schiet op, man. Hij met mij doen. Als dit klaar is.
Dan gaan we je verzuipen. Ik weet wat, Peters. Jij blijft leven. En dan maak jij schilderijen en ik verkoop ze. Dan worden we rijk. Daar drinken we op. Alsjeblieft. Is los. Schilderij dat u genade liefde bij mij te bestellen.
Het is een buitengewoon schilderij, meester Bos. Wij danken u zeer. Het is voor u. Vooral jullie goede hulp. Het is de Marskramer. Geweldig. Het is een oplichter, hè? Dat zie je wel. En een armoedzaaier. Kijk maar. Hij is zo stom als een koe. De honden blaffen hem na. Hij heeft er lekkertjes op losgelegd. Maar hij eindigt aan de galg.